Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over lasergraveren. Langzaam maar zeker wordt het steeds moeilijker om topics voor de video's te vinden, want ik heb al zo verschrikkelijk veel dingen gedaan. Maar neemt niet weg dat het dan ook altijd nog wel weer mogelijk is om weer oude topics uit de kast te halen en daar misschien weer eens iets anders mee te gaan doen. En dat is wat ik vandaag ga doen. Ik ga vandaag een houten plaat maken van 20 bij 20 centimeter met de naam van de kleinkinderen erop en wat hartjes. En dat ga ik uitlezen. Ik ga daarvoor een dik hout gebruiken. Dat is anders dan in eerdere gevallen. Toen gebruikte ik 3 mm, nu gebruik ik 8 mm. En datgene wat ik dan uitgesneden heb, dat ga ik vervolgens vullen met epoxy. Gekleurde epoxy. Dit is gewoon leuk om in huis te hebben en heel persoonlijk gemaakt. In de vorige gevallen gebruikte ik zeg maar een. Ik heb bijvoorbeeld iets van een contrabas of zo gemaakt, zeg maar, die ik gevuld heb met epoxy. Of gewoon een cirkel. Maar nu maak ik het heel persoonlijk. Ik maak het zeg maar met de namen van mijn kleinkinderen. Dat procedé dat ga ik je laten zien. Ik ga daarbij niet te veel en te diep in Lightburn. Ik ga daar een heel klein stukje zo meteen van laten zien. Maar ik bedoel, onder de hand, na al die video's die ik maak over dingen die ik doe, zult u toch onder de hand weten hoe je moet snijden. Hoe je, zeg maar, hout uit kunt snijden. Ja, en dan is het natuurlijk zaak welke settings u daarbij gebruikt. Ja, dat is heel erg verschillend voor uw laser. Is dat 20 watt is laser, of is het 10 watt laser, of een 5 watt laser, net naar gelang. Hoeveel passes hebt u daarvoor nodig om dat te doen? Het is allemaal lasergerelateerd. En vandaar dat ik alleen even laat zien wat ik heb gemaakt in Lightburn. En verder gaan we dat procedé gewoon in. Ik wens u alvast heel veel plezier met deze video. Ja, en tot de volgende keer maar weer. Daar. Zo, hier zijn we in Lightburn. En ik laat hier dus even zien wat ik heb gemaakt. Een vierkant met afgeronde hoeken, met daarin de tekst, de drie namen van mijn kleinkinderen en een hartje ernaast. Even, hoe kom je nou aan die afgeronde hoeken? Dat zal ik je wel even laten zien. Je pakt de knop om een vierkant of een rechthoek te maken. Het maakt eigenlijk niet uit, in mijn geval is het een vierkant, maar goed, dat boeit niet. Ik maak dat. Ik zal er even op inzoomen. Zo. Dan zit hier onderin aan de linkerkant zit deze hier, die radiusknop. Die radius die staat op 10 op dit moment. Die kun je net zo groot maken als je wilt. Nou, laten we de grap maar eens op 25 zetten. Ja. Nu ga ik naar zo'n hoek toe. Met mijn muisje. En ik klik daarop. En voilà, zie hier. Je krijgt afgeronde hoeken als je op zo'n hoek klikt. Dit is hoe je die hoeken afrondt. En dit gaat hij dan ook uitlezen straks. Oké. Okay. Ik ga dit weggooien, want dit ga ik natuurlijk niet lezen, maar ik heb je even laten zien hoe dit werkt. Even terug uitzoomen, zodat we ons werkelijke objecten zien krijgen. Hier hebben we dat. Ik gebruik met mijn laser daarvoor, want het is 8 mm dik hout, het is dus niet dun hout. En ik wil ook zeker weten dat hij het uitlasert. Want als je zeg maar, het weg zou halen en het blijkt toch niet helemaal door te zijn, dan moet je weer opnieuw gaan zien te plaatsen en zien dat het zo gebeurt, dat je dat later niet gaat zien aan je object. Dat je er opnieuw overheen gesneden bent. Vandaar dat ik gebruik een setting als 250 mm per minuut, vrij langzaam. Maximaal vermogen van 85%. Lijnoptie en ik ga er 5 keer overheen. En dat is gewoon omdat ik zeker wil zijn dat die er doorgaat. Ik ga de bovenzijde van het object ga ik ook voorzien van schilderstape. Zullen we zo meteen zien. Dat is eigenlijk om zoveel mogelijk te voorkomen dat we brandmerken krijgen. We gaan dat procedé gewoon in. 250 mm per minuut, 85% power, 5 keer eroverheen. Maar nogmaals, dit geldt voor mijn 10 watt laser. En dit geldt dus niet voor elke laser. Dit moet u voor uzelf uitvinden. We gaan naar de laser toe. De volgende stap in het geheel is dat we de plaat die ik heb uitgezaagd, zoals je ziet, die is groter dan die 20 bij 20. Die ga ik met transparante lak bespuiten. Dat is straks om zoveel mogelijk te voorkomen dat de epoxy gaat bloeden door het hout heen. Dus beide kanten gaan eerst een flinke laag transparante lak krijgen van mij. Wat we gaan doen, de goede kant,
dat is de kantdruk die we gaan laseren, die ga ik afplakken met schilderstape. En dat is om brandsporen te vermijden. Of ik dat laat zitten als ik de epoxy ga doen, daar moet ik nog even over nadenken. Maar in elk geval ga ik het nu afplakken. Ik denk namelijk niet dat ik dat met de epoxy doe. Ik ga het wel met de epoxy doen, maar niet met, met de schilderstape op, zeg maar. Dus ik ga dit op deze manier doen. Ik ga schilderstape plakken. En dan gaan we het laseren. Je hoort aan het lawaai dat we klaar zijn om te beginnen met laseren. De plaat met zijn schildersteep aan de bovenzijde ligt op het werkbed. Hij is gefocust. Hij is geframed. Air assist aan, heel belangrijk, want je gaat 5 keer eroverheen. Dus het is ook wel handig als je zeg maar, de roet uit de snede blaast. En natuurlijk heel belangrijk ook de afzuiging aan. En met dat gaan we beginnen met het laseren van de plaat. De stap in het geheel, die heb ik eigenlijk al uitgevoerd. Ik heb de voorzijde, dat is deze kant, die heb ik wederom met, met transparante lak gelakt. Nog een keer om het te sealen. Vervolgens plastic plakkende tape erop. Waarom? Ik ga hem straks omdraaien. Daar gaat de epoxy in. In die gaten, zeg maar. Die epoxy mag er natuurlijk niet uitlopen. Dat is een heel belangrijk gebeuren. Dat is één. Dus ik moet er ook lekker aan blijven drukken enzovoorts. Tweede is, dat als ik aan deze kant de tape doe, dan zal de bovenkant, dus wat je straks te zien gaat krijgen, dus waar je nu tegenaan kijkt, dat gaat straks plat zijn. Vlak zijn. Dat ziet er natuurlijk veel mooier uit dan dat daar bijvoorbeeld verspilde epoxy een beetje over de randen gaat. Aan de achterkant is dat niet zo erg. Aan de voorkant wel. Dus vandaar dat ik dat op deze kant plak en niet op de andere kant. We gaan langzaamaan richting de epoxy. Zo, lieve mensen, we hebben onze houten plaat met daarin de letters. En nu gaan we met epoxy aan de gang. Even voor weggenomen, je zult slechts een stukje ervan zien. Waarom? Ik heb niet genoeg epoxy, volgens mij. Dus ik heb moeten bestellen en dat heb ik zojuist gedaan. Maar dat betekent automatisch dat ik waarschijnlijk niet genoeg heb. Dat is makkelijk genoeg. Bij epoxy heb je altijd twee componenten. Dit is van het merk Epodex. Epodex.nl, een Nederlands bedrijf. Relatief goedkoop, vind ik eerlijk gezegd. Ik heb namelijk zojuist 1,5 kilo bijbesteld. Dus dat wil zeggen een fles van 1,5 liter. Daar zal ik zo even op terugkomen. En dat kostte nog geen €29 inclusief verzending. Dat is natuurlijk heel erg netjes. Het is altijd een twee componenten verhaal. Dus je hebt de vloeistof zelf, de epoxy, en je hebt de verharder, zeg maar. En afhankelijk welk merk je koopt, of welk merk je gebruikt, welk soort je gebruikt, zul je verschillende mengverhoudingen hebben. Dat is altijd wel aangegeven op de fles, op de verpakking, de handleiding die erbij zit. In dit geval is het een half, zeg maar. Dus één deel van de grote, een half deel van de kleine, dus 0:5. Het lastige is altijd in te schatten hoeveel je nodig hebt. Hè? Hoeveel gewicht is zo'n letter nu? Ja, dat vind ik ook heel erg lastig en ik moet daar ook maar een beetje mee gokken. Dus ik ga eerst zo meteen de hartjes doen. Dat doe ik expres, want dan heb ik een beetje een beeld van hoeveel er nu eigenlijk in zo'n letter, CQ, hartje, in zo'n afbeelding moet komen. En dat heeft alles ook te maken met de dikte van het materiaal, 8 mm in dit geval. In het verleden gebruikte ik 3 mm. Nou, dat scheelt dus sowieso het dubbele aan gewicht. Prima, wat hebben we nodig? Een weegschaal, die hebben we hier staan. Die moet ik nog wel gaan opstarten en aanzetten. Ik zeg er ook gelijk bij, lieve mensen. Het is heel erg belangrijk dat u de mengverhouding correct uitvoert. Ja? Ik noem maar iets, als u 10 gram epoxyvloeistof gebruikt, dan heeft u dus 5 gram verharder nodig. Zou u gaan zeggen van nou 7 gram kan ook. Dan heeft u de kans dat zeg maar, het uitharden van de epoxy misschien wel een week of een maand duurt. Of misschien zelfs wel helemaal niet gebeurt. Dat kan maar zo. Dus het luistert vrij nauwkeurig. Probeer zo zuiver mogelijk te zijn. Dat is voor iedereen prettiger. En bovendien krijgt u dan ook betere resultaten. Goed. Hoe werkt het? Dus we gaan zo meteen eerst de epoxy in het bakje doen. We gaan dat wegen.
We gaan aanvullen met de verharder. Dus 50% erbovenop aan verharder. Dan gaan we dat goed roeren met een mengstaafje. Proberen te zorgen dat er zo min mogelijk bubbels in zitten. Dus roer rustig en roer vooral ook aan de zijkanten. Dus ook de bodem meenemen en de zijkanten van je bakje, zeg maar. En dan is even afhankelijk hoeveel we hebben. We gaan voorlopig even één kleur doen. We gaan het namelijk gieten in een plastic bekertje. Of in dit geval een siliconen bekertje. Ik kies bewust voor een siliconen bekertje. Vanwege de simpele reden dat als er iets is met epoxy. Epoxy hecht zich overal aan in principe. En wordt kei en keihard. Enige materiaal waar je epoxy redelijk vanaf kunt krijgen. U raadt het al, siliconen. Nog een ander voordeel. Als u een hard bakje heeft, u zou hiermee gaan gieten, zeg maar. Dat kan wel. Maar je gaat druipen krijgen over de randen. En dit gaat je object vernielen, zeg maar. Het voordeel hiervan is dat je hem samen kunt knijpen. Bovendien zit er een schenktuitje aan. En op die manier kan je veel beter je epoxy gieten. Nou, wat ik ga doen, ik ga de kleuren kiezen die ik ga gebruiken. Nou, dat is in dit geval makkelijk, want ik gebruik er maar eventjes eentje. En hartjes zijn rood, dus we gaan gebruiken Magic Red. En dat is Magic Red in metallic kleur. Bij dit soort pigmenten geldt eigenlijk minder is vaak meer. Ja? Doe je er heel weinig van in, krijg je een beetje roze. Hoe meer je erin doet, hoe roder het wordt. Maar ik zeg er ook gelijk bij, er hoeft niet zo extreem veel in. Daarnaast vind ik het wel leuk om hierbij in dat rood ook wat gele glitters te doen. Dat ziet er best wel heel aardig uit. Oké, als we met epoxy gaan werken, ook heel belangrijk voor je eigen veiligheid te zorgen. Dus we gaan handschoenen aandoen. Dat ga ik nu doen. Even kijken, handschoentjes aan. U ziet dus het hele proces ongesneden op dit moment. Express, dat doe ik expres even. Die handschoentjes heb ik al ergens anders voor gebruikt. Maar het loopt wel. Maar dat betekent dat we heel eventjes goed moeten rommelen voordat ik ze goed aan heb. Zo, die zit goed. Nou, die andere. Ik weet, je kunt het niet zien. Geen zorg, je ziet me zo. Je gaat zo meteen weer zien wat ik aan het doen ben. Dus dat is... En dan gaan wij alvast even de weegschaal aanzetten. Zo. Nog steeds je handschoen niet aan. Dat doe ik, hè. Ja, oké, nu wel. Althans, grotendeels. Oké. Goed, handschoentjes aan. De weegschaal aanzetten. Ik zet eerst het bekertje erop, leeg. Bekertje weegt 12 gram. Ik druk op tada. Dat wil zeggen dat hij dat gewicht eraf gaat halen. Nu staat hij weer op 0 gram. En nou gaan wij de epoxy erin doen. En ik ga ervoor kiezen. Nou, wat zullen we doen? 20. Nou, 30. Ik heb er veel meer in gedaan. En misschien is dat ook wel goed in dit geval, als ik kijk naar de hoeveelheid. Nou, laat ik het hier even bij houden. Dit is 42 gram. Dat betekent dat er 21 gram verharder in moet. Je ziet al, ik was even iets te fanatiek. Ook daar moet je dus op letten. Nou, we gaan vervolgens de verharder erbij in doen. En daar moet er dus 21 gram bij, dus hij moet landen op 63 zometeen. Zit op 59. Dit moet het zijn. Zo. Ja, en hij staat ook op 63, dus dit is goed. Oké. Nu pak ik dus mijn roerspateltje. En ga dit rustig met elkaar vermengen. Ja, gezien de hoeveelheid had ik het in dit geval ook direct in de siliconen bakje kunnen doen. Kijk, laten we eerlijk zijn, als ik die twee hartjes gevuld heb en er zou overblijven, dan vul ik gewoon een ander vormpje daarmee. Zo is het ook.
Goed roeren dus, proberen geen bubbeltjes te krijgen. Overigens kun je bubbeltjes er later uitkrijgen met een heat gun. Zo, ik heb hier wat papieren doekjes neergelegd. In dit geval eventjes om even dit stokje rustig op te kunnen leggen. Zo. Ik ga dit vervolgens mengen of in het bakje doen. En dat is best een behoorlijke hoeveelheid in dit geval. De verwerkingstijd van de epoxy is ook wel een belangrijk gegeven. Vaak heb je niet veel meer dan een minuutje of 20 om het te verwerken. Ja? Oké. Nou, ik zet het bakje even er weer naast weg. En nu ga ik mijn kleuren erbij halen. Pak de rode kleur. Ik heb een klein menglepeltje of een klein lepeltje voor de kleur erin te doen. Ik doe er even 2 schepjes van in. Nou, weet je wat? Ik doe er 3 in, want ik wil het wel redelijk rood hebben. Dat is ook wel een... Oké. Daarmee is de kleur erin gedaan. Dan pak ik vervolgens wat glitters. Die heb ik ook even open zien te maken. Niet zo makkelijk, een beetje strak, maar daar is die. En daar doe ik er ook een beetje van in. Zo, dat moet genoeg zijn. Nu pak ik weer mijn mengstokje. Ondertussen maak ik even dat lepeltje schoon. Wat we zien is dat ik heel veel rood over heb. Dus, met andere woorden, dit was, wat hadden we gezegd, het is hoofd 2 in... 50 of zoiets. Zoiets dergelijks. Ik moet dus oppassen. Want dit is best veel. Dat betekent dat de inhoud van zo'n vormpje ook niet zo heel erg groot is. Dan gaan we even wat andere letters hiermee vullen. Zo. En misschien ook wel hier die I. Oké. Ja. Eigenlijk heb ik nu te veel. Ja, dat kunnen we gewoon zien. Ik heb gewoon te veel. Maar dat is geen probleem, want ik heb een heleboel vormpjes. En die ga ik er even bij pakken. Even een vormpje erbij pakken. En dan ga ik daar het restant invullen. Zo, ik ga nu mijn lettervormpjes vullen. Maar eigenlijk kan ik er heel gemakkelijk in zijn, lieve mensen. Zometeen ga ik een volgende kleur mengen. Ga ik verder met het vullen van de vormpjes. En uiteindelijk, we hadden toch genoeg. Je ziet wat lekkage aan de zijkant. Dit is niet zozeer die tape die aan de onderkant zit. Dat zou het kunnen zijn, maar dat is het in dit geval niet. Dit goedkope materiaal, 8 mm triplex hout... heeft kleine kanaaltjes er doorheen lopen. En dat is waar het die uiteindelijk lekt. Maar ik denk dat die voldoende snel opgehard is om uiteindelijk de vorm niet leeg te laten lopen. Want bedenk wel, we kijken hier naar de achterkant. En je ziet ook wat lekkage hier bijvoorbeeld. Maar dat is niet zo erg, want dat is de achterzijde. Het gaat straks om de voorzijde natuurlijk. De restanten heb ik gevuld in mijn letterbak, zeg maar, als het ware. Dit nu alles bij elkaar moet 24 uur uitharden. Ik laat het misschien zelfs wel iets langer uitharden tot morgenavond, tegen de avond.
En dan kunnen we het uiteindelijke resultaat gaan zien. Zo. Een dag later. Er is wel behoorlijk wat lekkage geweest. En dat kunnen we vooral zien aan de diepte van de letters. Dat is niet helemaal meer wat het moet zijn. En dat heeft dan te maken vooral toch ook wel met het feit dat dat plastic, ja, dat is, blijft een lastig verhaal. Ik moet even kijken wat ik daarmee doe, want we kijken nu tegen de achterkant aan. En het belangrijkste is natuurlijk de voorkant. Ik kan dit zo weer opvullen met blanke epoxy. Ik heb epoxy besteld. Maar die komt morgen, overmorgen binnen. En dan moet ik kijken of ik daar tijd voor heb. Maar belangrijk is wat je aan de voorkant ziet natuurlijk. Dus ik ga hem even omdraaien. Dus ook dit spillage is op zich niet die verspilling hier, dat is geen probleem. Aan de andere kant kunnen we al zien dat het er op zich wel goed uitziet. Alleen hieronder zit ook verspilling. Dus wat ga ik doen? Ik ga de tape eraf halen. En we gaan kijken hoe dit eruit komt te zien. Ik ga dat even off-camera doen. En dan gaan we even zien hoe het eruit ziet. Want het zal hoe dan ook nabewerkt moeten worden. De tape is eraf. Maar we zien natuurlijk hier aan de randen resten zitten van epoxy. Hier ook. Dat ga ik er zometeen met mijn schuurmachientje afhalen. Ik zal even het schuurmachientje laten zien. Het is een Chinees schuurmachientje. Maar werkt als een speer. En dan moet ik ook met de bovenkant het een en ander gaan doen. Want daar zitten ook nog wel de nodige sporen. Ook daar ga ik met een schuurpapiertje overheen. Even kijken hoe dat daar eruit komt. Ik ga weer even off camera. Ik ga even beginnen met die zijkanten schoon te maken. En dan kom ik zo wel weer bij je terug. Na uitzonderlijk behoorlijk schuurwerk blijf ik toch wel met wat problemen zitten. Het is wel vlak, maar we zien heel duidelijk de kleuren die eruit gelopen en doorgelopen zijn. Dat betekent dat ik moet proberen te redden wat er van te redden is. Ik ga proberen om te beginnen het eerst maar eens met notenolie te behandelen, zodat we een beetje de glans terugkrijgen. En misschien ook het hout wat donkerder maken, zodat het iets minder opvalt. Daartoe doe ik wat notenolie op ons object druppelen. En dat ga ik invrijven. In elk geval komen de kleuren er weer een heel klein beetje uit. Zoals dat hoort. Het ruikt ook heerlijk, dat is ook heel duidelijk. Maar goed, we raken de kleuren er niet van kwijt hier bovenin. Hè. Dus zoals je hier ziet en hier aan de zijkant, dat raken we er niet door kwijt. Ik ga er nog wel even mee door. Dus ik ga nog wat meer notenolie gebruiken. En zodat het hout zeg maar in elk geval een beetje een egale kleur krijgt. Voor zover dat gaat. Kijk, lelijk vind ik het niet, laat ik dat voorop stellen. Het is alleen jammer van die kleuren die hierboven zijn. Dat vind ik natuurlijk weer niet zo ontzettend geslaagd. Goed, dat gedaan hebbende ga ik het nu met een blanke lak even transparant spuiten. Nou, dat ken je natuurlijk wel, gewoon transparante lak. Dan ga ik er even op spuiten. Het ziet er nu zo uit van een afstandje. Het is nog niet eens zo heel lelijk met dat geel en dat rood. Maar het is natuurlijk ook niet wat de bedoeling was. Het maximale wat ik er nog mee zou kunnen doen, maar dat zal ook die kleuren niet verhelpen, is bijvoorbeeld hier een laagje blanke epoxy op laten lopen. Maar ik denk niet dat ik dat doe. Ik denk niet dat het erg veel zin heeft namelijk. Ik zal het hiermee moeten doen. Het is absoluut best wel een mooi object geworden. Zeker als je er licht achter gaat doen. En dat zal ik je zo even laten zien. Dit is dan het eindresultaat. Met licht erachter. Gewoon daglicht in dit geval. En het ziet er natuurlijk wel heel erg prachtig uit. Het is alleen jammer van die doorgelopen kleuren. Volgende keer dat ik zoiets doe, zal ik nog moeten zorgen dat ik nog meer die onderkant dicht heb zitten. Zodat het niet kan doorlekken. Toch hoop ik dat je het leuk vond. Tot de volgende keer. Dag.